is eigenlijk een grootschalig burgerwetenschapsproject waarbij we 5000 Vlamingen gevraagd hebben om ons te helpen door een mini-weerstation, deze gazondolk, in hun tuin, in hun gazon te installeren. Om daarmee eigenlijk de impact van hitte en droogte op onze tuin te meten. En wat was er te meten? Wat is daaruit gekomen? Wel, de gazondolk die stuurde elke dag zijn data door en de mensen konden dus live opvolgen wat er in de tuin gebeurde. Wij hebben duizenden meetpunten waar we een geweldige dataset aan overhouden en waar we statistiek kunnen op loslaten en dus heel gevoelige trends eruit kunnen halen. Welke trends? Ja, wat we daar onder andere uit geleerd hebben, met toch wel 2 jaren van extreme weersomstandigheden, 2021 met heel veel regen en dit jaar met heel veel droogte en hitte, hoe dat mensen hun eigen tuin kunnen beheren, kunnen inrichten om toch die extreme te bufferen. Dus bijvoorbeeld hun gras langer te laten groeien om te verkoelen of meer bomen te installeren, ontharden voor meer bodemvocht op te nemen en nog veel meer tips. Jullie krijgen die prijs voor jullie communicatie, maar hadden jullie dat publiek ook echt nodig? Zeker, we hadden die 5000 deelnemers absoluut nodig om heel fijnmazig te kunnen werken. Want we wilden het microklimaat meten. Dat is anders dan het macroklimaat, want het KMI meet. Dat is veel te grof. En de reden waarom we dat microklimaat wilden kennen, was dat maatregelen om je tuin te beschermen tegen hitte en droogte, dat die specifiek kunnen zijn voor het gebied van Vlaanderen waar je in zit, het soort tuin dat je hebt. Dus we hadden die variatie nodig. En dan zijn jullie blij met de prijs? Zeker, het is een heel mooie erkenning van onze collega-wetenschappers bij de KVAB en de Jonge Academie. Vorige week zijn ook alle gazondolken teruggekomen van onze deelnemers. Daar hadden heel veel bedankbriefjes en briefjes van dat ze graag nog eens willen meedoen aan een volgende Curieuze Neuzen. Dus wij zijn heel erg dankbaar voor al die erkenning.